ben sinds begin september gestart als zomerstagiair bij Tilman van Hogenbeemt. En wat echt wel de bedoeling is in dit kantoor, is dat je echt wel meemaakt wat een advocaat van dag tot dag doet. En hoe zij hier ook werkzaam zijn in het kantoor. Ik heb destijds gekozen voor een stage specifiek bij Tilman van Hogenbeemt. Het is natuurlijk geen geheim dat ze wel redelijk gerenommeerd zijn op hun gebied, op arbeidsrecht. En bovendien had ik ook al, een van mijn familieleden was ook al eens in zijn professionele leven in contact gekomen met het kantoor. Dat daar ook een heel aangename ervaring bij. En dan ook doordat ik wist dat het ook een kleiner kantoor is. Dus die drie redenen eigenlijk hebben me ertoe gebracht om toch te solliciteren voor een functie bij Tilman van Hogenbeemt. Ik zou zeker zeggen dat wij Tilman van Hogenbeemt, de advocaten die hier werken, en ook het andere personeel is zeer hardwerkend. Maar daarnaast heb ik wel het gevoel dat er echt een heel collegiale sfeer is. En dat mensen zijn echt super sympathiek, heel vriendelijk. Ook tegen elkaar helpen elkaar super hard. Dus het belangrijkste is hier effectief dat je die passie voor arbeidsrecht laat blijken. Je wordt hier super goed begeleid. Je persoonlijke begeleiding is perfect. Dus het is niet dat iets wat je nog niet kent, dat je dat niet kan leren. Maar het is meer dat die interesse en die passie voor het arbeidsrecht, die moeten wel zijn. Ik denk erover om na mijn master in de rechten toch nog een jaar business school bij te doen, omdat ik graag, nu ik arbeidsrecht van de kant van de advocatuur heb bekeken, dat ik toch graag even wou kijken of wil kijken hoe dat er effectief aan toe gaat in een bedrijf zelf. En dus effectief de economische mechanismen daarachter ook ken, zodat dat mij ook later gaat helpen als ik effectief verder zou gaan als advocaat in het arbeidsrecht.